interesseert je ook, hè, die geschiedenis, of niet? Of vooral de Tweede Wereldoorlog? Jawel, heel geschiedenis eigenlijk, hoor. Heel veel dingen. Vind ik mooi. Gewoon, moet je mij wel mee helpen met die dingen? Ja, ja, maar we kunnen nu wel, ik dacht misschien kunnen we oefenen. Dat jij mij interviewt. Ik dacht eerst, ik ga een beetje spelen dat ik je moeilijk type ben, die niks wil zeggen. Ja, maar zo staat ik. Het is een moeilijk type, dus ja, dat kan ook. Ja, maar ja, kunnen we ook maar oefenen. Appel en de chocolade. Ja, doe maar vruchten, appel en chocolade. Ja. Dan zijn we al op te redden. Oh ja. Ja, wat staat je? Maakt niet uit. De kwark. Ik kwam op het idee om drie mensen te interviewen op Geitenkamp. Ja. En u bent er één. En ik wil over uw boksleven wil ik interviewen. Over uw bokscarrière vroeger. Jouw vader worstelde ook, aan gewicht heffen. Ja, en worstelde. Een sterke man. En, toen ontdekte ik dat we een hele goede trainer hier was, een bokstrainer. Maar ik was pas 12, 13 jaar. Toen ging ik met mijn broer wel eens trainen in Amsterdam. Heeft u ook tegen uw broer gevochten? Ja, gebokst. Wedstrijden? Nee. Nee, dat wou ik ook niet. Dat is niks. Maar heeft u ook nu boksen, maar als je hoog gaat boksen, verdien je ook heel veel geld. Heeft u ook veel geld voor die identiteit? Nee. Dat station moest je komen, in een bus stappen, weet je wel. Zelf eten en drinken meenemen. Ja, dan zat je zo'n 5-6 uur in die bus, weet je wel. En dan kreeg je het s'avonds. De wedstrijden. En meestal nog de hoofdpartij ook, weet je wel. Laatste partij nog. Bokste u één keer per week of twee keer per week? Nee, in de maand of zo. In de maand? Moest twee keer op een avond. Met twee keer per avond? Ja, dat was voor kampioenschappen, hè. Hoeveel rondes? We boksten 4 rondes, ja. en 3. Hoeveel wedstrijden heeft u gewonnen? Nou, hoeveel denkt u? In het begin, denk ik, van de 37 heb ik de 33, 34 gewonnen en 2 onbeslist. U was ook trainer, hè? Later ben ik bijtrainer geweest. Ja, bijtrainer. Ja. En daar heb ik een schaal. Kun je eerst lezen? Deze? Ja. Bernard Kraus, ter herinnering aan het voorbereiden en verzorgen van de Nederlandse kampioen 1987. Ja, dat... Dus u was het voor verzorgen en voor voorbereiden. Wanneer eindigde je carrière, zeg maar? Dat was ik 36 jaar. Ik vind boksen echt een... Daar moet je echt techniek voor hebben. Het is meer techniek. Ja, het is techniek. Kracht kan niet de techniek op. Nou, jongen, geweldig. Applaus. Alsjeblieft. God, zien naam zeg. Ik word verwend. Hebben we morgen weer een interview? We gaan een interview houden. En ik heb gekozen over jou, Theo. En ik wil over jouw carrière beginnen. Over mijn carrière? Ja, vroeger. Jij was geslagen. Ik was je. Ja. En dat kwam dus in feite doordat mijn vader... Ja. Die was ook slager. Mijn vader had een slagerij in Amsterdam. Hoe oud was je toen je echt slager werd? Dat je echt in een slager ging werken? Nou, 14 jaar. 14 jaar. Want je moest het 14 jaar op school zijn. Ik heb hier een slagerij gehad op de Geitenkamp. 6 jaar. Welke? Ja, waar is dat? Even denken hoor. Je hebt dan het café op de hoek van de Saslaan. Ja. En dan heb je daar tegenover heb je zo'n galerijtje met pilaartjes. Waar nu ook bijvoorbeeld die kledingwinkel zit. Of die, en iets in dat galerijtje op nummer 33, daar hadden we de slagerij. Een kleine slagerij. Oh, dat was al lang geleden dus. Maar dat is al heel lang geleden. Ik ben daar begonnen in 1962. Tot 1969.
Maar ik had er op een gegeven moment helemaal geen zin meer in. Nee, waarom? Nou... Weet je, misselijk ik, van... Nee, ik ben geen zakenman. Als er mensen gaan, ja, mensen die er zomaar bij van, ik vind wist, nou die had de kerst zo, dan gaf ik de rollades weg. Ja, kom op zeg, dan kun je geen zaken drijven. En het ging goed hoor, die zaken, prima, niks van problemen. Maar ik dacht dus, als ik dit moet doen, tot mijn 65ste. Ja, dat nee. Maar jij hebt ook zelf vlees geslacht, toch? Ja, wel, ik slacht, dat ken ik ook. Ik heb er ook een diploma van moeten halen. Ja? Ja, slachtdiploma. Wat was de eerste dier die je slachtte? Nou, dat waren koeien. Koeien? Grote koeien. Grote koeien. Oh, dat was je? Was ik voordat ik in dienst ging. Een jaar of 17, 18. 17, 18. Toen kon je met zo'n koe geslacht was aan. Dan begin je naar de hal toe. En dan wordt zo'n koe bedwelmd. En dan naar de filion. En dan moest je de halssnede toepassen. En dan bloedde hij leeg. Nou, en dan werd hij op een burrie gelegd met zijn poten omhoog. En dan ging je de huid eraf halen. En wat was de lekkerste stuk? De lekkerste stukje van de koe? Het lekkerste, ja, dat vind ik, dat is de runderhaas. Runderhaas? De ossenhaas, ja, die zit daar in de rug. Ja. Dat is een spier die eigenlijk door het dier in zijn leven niet veel gebruikt wordt. Waardoor die dus, zeg maar, niet sterk wordt, maar zacht blijft. En dat is juist, dan maak je de lekkerste biefstukjes van natuurlijk. Ja, als ik biefstuk altijd klaar maak, doe ik altijd twee minuten aan de onderkant en ja. 2 minuten aan de bovenkant. Ja. En in een dunne koekenpan, dunne boter, ja, dunne. Niet te veel boter gebruiken, nee. Niet een beetje vork erin prikken. Doe ik ook niet. Kijk. Maar ik doe hem ook daarna in de folie, hè? Oh, bak je hem in de folie? Nee. En dan als die klaar is, doe ik hem in de folie. Laat hem even in de folie koelen. Laat je hem even warm blijven. Even warm blijven. En even, ik weet niet, heb ik geleerd, en het is veel lekkerder volgens mij. Heb jij een beetje koksopleiding gehad? Ja, ben ik mee bezig. Ah, kijk aan. Dat is mooi. Want kijk, hoe je het draait bent of keert, gegeten moet het altijd wel hebben. 23-4-1920. 1920 geboren. Zo. 94 jaar. Dus u was 20 jaar toen de oorlog begon? Ja. Nee, ja, het was 1940 was het 20 jaar. Ja. En in 1944 moest heel Elden weg, evacueren. Helemaal, allemaal. En gewoon niet weg voor die boven. En de buurjongen die komt eraan en die zegt tegen mij, waar ga je naartoe? Ik zeg, blijf hier. Mijn ouders gingen weg, mijn broers, mijn zusjes gingen allemaal weg, maar ik woon niet. En mag ik bij jou blijven? Ja, dat mag. Ik zeg maar op eigen risico. Ze hebben naar de polder gegaan, in de hoogste wijk. En dat was een hol. Staat in het boek, staat het hol erin. Nou, zo'n tekening van. Dit bent u? Dat ben ik, ja. Heeft u hierin gezeten? Hoe lang? 7 weken. 7 weken zonder naar buiten te gaan? Ja, s'nachts. Oh, s'nachts. S'nachts mochten we eruit om de behoefte te doen. Want overdag komen die weg, want 100 meter van het hol zaten de moffen. Dus op de dag mocht ik daar me niet laten zien. En s'nachts waren daar vlakbij volkstuinen. En er was een pomp, daar kon ik me eigen wassen. En dan had ik fris water. En we hadden in het hol zo'n klein kacheltje. En daar kon ik op koken. Dus we hadden groenten zat en overal liggen dode koeien. En ik was maar aan het snijden, dus ik had alle dagen vlees. Lekker toch? Maar met hoeveel man zat hij daarin? Met z'n drieën. Oh. De buurjongen met zijn neef. En toen was dat met water, toen moest ik weg. En ik wist niet waar mijn ouders waren, en ik wist niet waar mijn broers en mijn zussen waren. Uiteindelijk, ik ging, doordat ik met de luchtbeschermdienst was, ging ik overal rondlopen op de geitenkamp. Dat ik kapot geschoten was van de granaten, want het af en toe regende met granaten. Ongelooflijk. En toen kom ik in het noodziekenhuis en ben ik weer van slag uit. Toen zegt ik zal het jou maar niet vragen. Ik zei, wat is er te vragen? En zei, er ligt hier een vrouw op sterven. Die moet bevallen van de tweeling. Als er geen medicijnen komt, gaat ze dood. Die medicijnen konden we alleen krijgen bij het Duitse Rode Kruis. Maar dan moesten we een verklaring hebben van de NSB-burgemeester,
En die zat op de Brombeeklaan op de Paasberg. Daar beneden? Ja, ja, dus ze moest ik daar naartoe. En ik ben er naartoe gelopen, ben ik net onder in dat dal. Krijg ik een granaataanval van 5 minuten. Ik heb gegild, ik heb gebeden, ik heb geschreeuwd, ik heb alles gedaan. Uiteindelijk na 5 minuten, de grond viel op de rug. En dan schrik je, je eigen dood. Uiteindelijk is het stil. Ik ben er voor een holletje gelopen naar die ADSB-burgemeester. Waar kom jij vandaan? Zegt van het parochiehuis. Ben jij in de granaatvuur geweest? Bekeer je niks? Zegt, daar kom ik niet voor. Waar kom je dan wel voor? Ik zeg, alsjeblieft, jij het briefje. Iemand die zoveel lef hebt om door het granaatvuur hier te komen, teken ik ongezien. Dus hij tekent. Die moeder is gered, die tweeling is ook gered. En met die tweelingen heb ik nu nog contact mee. Maar in ieder geval, hij had een kleine indruk, een hele kleine indruk dat oorlog is. Maar het is zoiets verschrikkelijks. En ik hoop dat het nooit, 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 nooit gebeurt. Ja. Dankjewel voor het interview. Wat zegt u? Dankjewel voor het interview. Graag gedaan. Oh god, ik zou je wat dat ik uit zou voor je. Dat boek mag je houden. Mag die boek houden? Dat mag je houden. Dankjewel. Ja, wel, zo is dat zo. Hij zet zijn handtekening. Nou, kijk. Ik hoop dat je heel veel leesplezier hebt. Ik ga hem zeker lezen.